seconds. En daar maakt hij speciaal voor de nieuwe dingen. Ook zij klikken in de pedalen. Ook zij zijn er aan begonnen. De Kirimco Nacht van Woede. De winnaar van de Kretko Nacht van Woerden met de winnaar is Michiel Paulus. Mooi succes voor de kleur van deze gezeten Ajax. Mooie palmiumplaatsen bij de junioren. Hij wil ook geen laatste voor de zaal. 2, 1, start maar. We gaan terug voor de zaal. Ging het lekker? Ja, het ging goed hoor. We hebben echt een mooie wedstrijd samen gereden. Wat is jouw naam? Flora Sotto. En wat vond jij ervan? Ik vond het heel leuk om te doen, natuurlijk met Lars van der Haar. Het was een leuk parcours en het ging heel goed. Heb je nog dingen van hem afgekeken? Wel een beetje toen hij aan het inrijden was. Okay. Hij kwam voorbij en toen ging ik even kijken hoe hij die bochtjes deed. En wat is jouw oordeel over je compagnon? Maar ik vond dat hij heel goed over de balken ging en dat hij hier bij de bocht ook heel slim zijn voet uit het pedaal deed. Dus er zit zeker talent in. Oké, hey Lars, straks ga je de wedstrijd rijden. Een beetje een thuiswedstrijd voor jou inmiddels. Ja, klopt. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop hem te kunnen winnen. Wat vind jij de kwaliteiten van dit parcours? De mensen, het publiek. Niet zozeer de techniek van het parcours? Nee, het is gewoon een leuk rondje, maar... De Nacht van Woerden maakt het publiek. De drie koplopers, zoals het juist al collega Lars van der Haar. We zijn in Woerden, het is al voor jou toch een soort trainingsrit denk ik, maar jouw ambities kennende wil je toch graag winnen. Alhoewel ook de jonge generatie hier aan de start verschijnt. Ja, nee, de concurrentie is groot en je hebt altijd zeker een aantal toppers die hier naar Woerden trekken. En, ik ga mijn uiterste best doen, dat mogen duidelijk zijn. Maar het zal zeker geen trainingsrit zijn. Het zal afzien worden, denk ik. Hoe kwalificeer je de kwaliteit van dit parcours? Ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat je in de avond rijdt. En eigenlijk echt gewoon door Woerden heen. Wat de sfeer uiteraard ontzettend ten goede komt. En dat is heel leuk. Dus voor een veldrit, het kan natuurlijk op van allerlei verschillende parcoursen ondergronden. En ja, ik denk dat hier een heel mooi parcours ligt. Daar is Flasje aan, klikken we in de pedaal, dan gaan we eraan beginnen. De tweede is die het komen afgevoerden. De elite vrouwen zijn onderweg. Voor Marianne Vos en voor Buck Pietersen. Daar kreeg hij een signaal aan zijn er aan begonnen. Rampe start van Hermans, rampe start van Lars van Haar. Opgaande mannen, eerst wel hier op het exitveld van Woerden. Ja, het is vanavond druk, ja. Ja, we staan hier niet voor niks, nee. Hij is ook noodzakelijk. Ja, noodzakelijk, ja. Voor de veiligheid van de renners natuurlijk. Ja. Wie wint vandaag hier de Kirimco Nacht van Woerden? We gaan er een plaats maken van Lars van Haar!